Nou, welkom bij Woensdag Vloeren. Waar ik jullie weer kijken. Leuk dat jullie geabonneerd zijn, want dan zie je vanzelf weer een nieuwe video. Deze video die gaat dit keer over de gietvloer. De gietvloer heeft heel veel voordelen, gietvloer heeft ook heel veel nadelen. Gietvloer is soms duur, gietvloer kan soms heel goedkoop. Ik sta hier naast Sam Hogerf, dat is inmiddels de deskundige op gietvloeren. We staan hier ook in een kapsalon in Heerenvlaard. En hier, wat je op de grond ziet, daar wordt eigenlijk een hele mooie gietvloer gemaakt. En hoe wordt die gietvloer nou gemaakt? Nou, je gaat een gietvloer opbouwen. En dat doe je door verschillende lagen, om eigenlijk een heel goed eigenlijk resultaat te krijgen. En Sam van TAF, die kan daar heel veel over vertellen. Nou Sam, hoe heb je deze vloer hier opgebouwd? Nou, we staan nu op een bestaande betonvloer. Deze bestaande betonvloer hebben we eerst allemaal opgeschuurd. Dan doen we vervolgens een primer aanbrengen die de zuiveringen uithaalt. Vervolgens brengen we een kwartsprimer aan. Er zit een korreltje in. Die zorgt voor een goede hechting. Dan kunnen we hem egaliseren met een gipsgebonden egaline. Want een gipsgebonden egaline is altijd scheuroverbruggend. Dus dan krijg je minder kans op scheuren. Vervolgens schuren we de egaline weer op. Doen we nog een keer een primer om de zuiveringen eruit te halen. Brengen we nog een keer een kwartsprimer aan. Dat is waar we nu op staan. En dan kunnen we de gietvloer, wat in deze keer is de microcementvloer, valt ook onder de gietvloer, eens voor deze verspaaien met een Frans mes, een rood mes. En de voordelen van de gietvloer is dat hij wat dunner is en heeft minder kans op scheuren. Hij is ook wat harder van zichzelf. Je bouwt altijd op in twee lagen. Dus eerst doe je de basislaag, die gaan we vandaag aanbrengen. Vervolgens komt de toplaag erop, die gaan we morgen aanbrengen. Vervolgens komt de eerste laklaag en de tweede laklaag. En de tweede laklaag is altijd een twee componenten PU-lak. En die PU-lak die zorgt er helemaal voor dat die afgesloten is en dat we eigenlijk geen vlek in kunnen trekken. Nou, vandaag zijn we in een kapsalon en hier heb je natuurlijk altijd last van shampoos en gel en dingetjes. En daarom gaan we hiervoor een chemisch resistente lak gebruiken. En die chemisch resistente lak wordt ook bijvoorbeeld in showrooms van fietsen gebruikt, fietswinkels. Die zorgt er eigenlijk voor dat die vetten er niet in trekken. Vaak zag je vroeger een kras of een scheur of ja, kleurverschillen. Hoe zit het nou met deze kleur? Hoe kan dat nou dat die microcement die jij erop smeert krasvast is en dat die minder scheurgevoelig is? Deze microcement is inderdaad krasvast en dat komt eigenlijk door het gebruik van epoxy. Dus we brengen een epoxymengel erdoorheen waardoor die zo hard wordt dat je er eigenlijk geen kras in kan krijgen. Een gietvloer is vaak een PU of een epoxyvloer. En die hebben nog wel eens de eigenschappen dat ze gaan verkleuren door de zon. Aan deze vloer hebben we dat niet meer. En deze doet het dus ook heel goed op vloerverwarming? Ja. In principe, belangrijk is met vloerverwarming dat je normaal gesproken in een dekvloer kan het gewoon goed. Je opstootprotocol moet natuurlijk goed worden uitgevoerd. En als je een ingevreven vloerverwarming hebt, dan moet je altijd 1 centimeter reduceren. Nou, ik vind het een goed verhaal. Ik vind het eigenlijk een heel goed verhaal. Toch altijd zo met stappen bij Woensdag Vloeren zijn we toch weer bij de gietvloer terechtgekomen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken.